Goedemorgen, meneer Schoen. Ja, ik start, hè. Lief Zonneke. Het is feest vandaag. Feest speciaal voor jou. In feite was dit feest al veel vroeger gepland. Maar werd het uitgesteld omdat je papa voor zijn werk naar Amerika moest. Daardoor kan ik nu niet meer zeggen dat mama en papa fier op je zijn, omdat je zo pas hebt leren lezen en schrijven. Je kunt dat al lang. En ik weet dat jij dat zelfs heel goed en vlot kunt lezen. En zeer graag boeken leest. Wie veel boeken leest, wordt slim en creatief. Wie weet, word je later zelf wel een schrijver van leuke verhalen. Je gamet ook heel graag. Ja. Misschien zelf iets te graag. Ja, veel te graag. Zit er een computerfreak in u? En ga je later ICT studeren zoals je papa? Zulke? Nee, dat niet. Je hebt nu veel cadeaus gekregen en centen van iedereen. Het belangrijkste is echter dat we u allemaal heel graag zien. Je bent onze lieve kleine deugniet. Blijf zo een brave, eerlijke, gelukkige jongen. Ook niet te braaf, hè? Want soms mag je wel eens je broer, je vriendjes op school en op de scouts plagen. En je moet je ook niet laten doen, hè? Ik vind het wel cool dat je met je broers samen leuk kunt spelen. Jullie zijn twee toffe, dikke vriendjes. Houden zo. En nu nog een fijn feest verder. En een dikke zoen van de Bonnie en de Granny. Allee, Jules. Woehoe! Jules! Jules! Zoentje met de Bonnie! Zin het zijn? Spruitjes en en een krokant spiksje erop. Het begint te regenen, denk ik. Ja, boven. Wie? Ja, zo, de boven. Ja, moet zien, als het hard regent, gaan we rap naar binnen en pakt iedereen iets mee. Hè? Zullen we nog een minuut wachten? Dat is wat anders, hè? Ja.